I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Ja, en dan is het vanavond ineens zomer woensdagavond met een nieuwe uitzending van From the Unseen Worlds. In tegenstelling dat ik aangekondigd had dat het programma waarschijnlijk anders zou gaan heten. Dat komt ook nog, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Goedenavond, Nexus. Goedenavond, Jeroen. Hallo. Hoe is het ermee? Hallo, luisteraars. Ja, het is in principe goed. Ik heb zelf geen carnaval gevierd. Deze dagen heb ik aan de kanten van Voorburg vertoefd. Oh? Dat heb je ook verteld vorige keer. Ja. Dat ik dat zou gaan doen. Ik ben bij mijn grote vriend Herman Schouwouw geweest. Daar heb ik afscheid van genomen. Want ja. Die zal zeer waarschijnlijk de komende dagen, als ik het goed begrepen heb, zal die definitief de handdoek in de ring gooien. Na een gevecht van bijna een jaar tegen die gruwelijke vorm van kanker. Ja. Hij had er bewust voor gekozen niks te doen. Niet in de gewone behandelingssfeer. Nee. En ook niet in de alternatieve behandelingssfeer. Nou ja, goed, dat moet iedereen dan maar respecteren. Hè. Je had zoiets van, als mijn tijd is, is mijn tijd. Klaar. En dan maakt niet uit waardoor het komt. Daar zit wat in natuurlijk. Dat is... Het is niet altijd even makkelijk. Is. Ja, natuurlijk. Het is ontzettend moeilijk. Dat lijkt mij ook. Zeker die beslissing, als je weet... dat er mogelijkheden zijn, maar het is wel een optie natuurlijk. Ja, maar het werk van Harmen, de voorloper eigenlijk van de alternatieve media in Nederland, zal niet verloren gaan. Met Martin heb ik afgesproken dat, Martin is mijn collega, waar ik bovendien samen mee run, dat wij UnityNet, want zo heet die website, dat we die zullen blijven... laten zien, daar komt een aparte knop op onze website en dat wordt dan archief UnityNet en alle stukken die daar staan, behalve dan het laatste nieuws, want dat heeft geen zin, want dat verwatert natuurlijk, maar alle stukken die daar staan, alle informatie en ook het boek, de boeken die Harmen zelf geschreven heeft, de vertalingen van Sheldon Neddle, de vertalingen van Stephen Greer, hij heeft zo gruwelijk veel vertaalwerk gemaakt. Zoveel is gruwelijk veel gedaan om het toegankelijk te maken voor de Nederlandse tak. En dat is eigenlijk een beetje, ja goed, het wordt eigenlijk een beetje ondergewaardeerd. Ja. Maar de mensen weten pas als iemand doodgaat, of die krijgen vaak pas iets over iemand te horen op het moment dat slecht met iemand gaat. Ja. Kijk, Harmen is er niet voor je, zo'n persoon als jij en ik, die ook een radioprogramma hebben en die bij lezingen te zien zijn en dergelijke. Daar trok hij niet zo aan. Hij heeft een beetje meer achter de schermen gewerkt. Maar ik heb op een hele mooie manier afscheid van hem kunnen nemen. Heel mooi moment geweest met hem. Dus ik hoop dat hij in alle rust mag gaan. En geen pijn meer heeft. Nee, nou ja, goed. Dat, hou de website maar in de gaten. Want zodra het daadwerkelijk gebeurt, zal ik het ook een mooie vermelding maken op de website. Heel mooi. Ter ere van hem.
Goed, even terug naar. Eigenlijk even beginnen met waar deze week zoveel over te doen is geweest. Nou, daar hoef ik eigenlijk niks van te zeggen, Jeroen. Ik denk dat jij meteen weet waar ik over wil gaan beginnen. Ja, de Oekraïne, ongetwijfeld. Ongetwijfeld de Oekraïne. Nou ja, goed. Ik heb de vorige keer, heb ik dat al gekenschetst, trouwens ook anderen met mij, dat Oekraïne niks anders is dan hetzelfde spelletje wat ze Libië gespeeld hebben en Syrië gespeeld hebben. Maar dan nu in de achtertuin van Rusland. Ja. In de achtertuin van Poetin. Nog steeds twijfel ik over de... Of Poetin nou een spelletje speelt met iedereen. Mm-hmm. En bewust, kijk, een moslim gebeuren, dat zullen ze niet maar heel erg lang blijven geloven, de mensen. Nee. Dat er een dreiging komt vanuit de moslimwereld. Nee, maar daar... mensen hebben 50 jaar geloofd dat er een dreiging was vanuit de Sovjet-Unie. Ja. Misschien dat ze denken dat we zo achterlijk zijn dat wij die dreiging meteen wel adopteren. Als Poetin Rusland, eigenlijk bestuurt hij Rusland een beetje zoals de Sovjet-Unie in het verleden bestuurd is. Mensen hebben daar een probleem mee. Ik begrijp dat ook, dat mensen daar een probleem mee hebben. Maar men moet ook niet vergeten dat Rusland een gigantisch groot land is. Een belachelijk groot land is. Dat altijd, maar dan ook echt altijd, zolang als ik terug kan denken, met de harde hand geregeerd is. Ja. Daar kun je niet ineens de regels, de teugels laten vieren en kijken waar het schip strandt. Dat wordt één groot drama. Dat is onder Yeltsin is dat wel gebeurd. En onder Gorbachev is dat ook gebeurd. En dan zag je dus ook dat oligarchen en weet ik veel wat van mensen zich allemaal gingen verrijken. Ja. Toen zeg maar de democratie min of meer een beetje daar gebracht werd. Wat trouwens vanuit het verhaal van Gorbachev, want die hoort gewoon bij de club van de NWO, mm-hmm. Nieuwe Wereldorde, heel begrijpelijk was. Yeltsin idem dito. Maar Poetin is is toch een compleet ander slag mens. We hebben het er al eerder over gehad. Hoort u nou wel bij de club, hoort u nou niet bij de club? Ik weet het nog altijd niet. Ik hou maar wat dat betreft een beetje in het midden. Wat ik wel zie, is dat hij de zaken op een nette manier afhandelt. In tegenstelling tot de westerse conflicten, die worden nooit op een nette manier afgehandeld. Die worden op de meest smerige manieren afgehandeld die we ons maar kunnen bedenken. Nou, het begin van het conflict van de Oekraïne begon ermee natuurlijk met opstanden vanuit de burgerbevolking. Want de hele burgerij was volgens onze journaaluitzendingen fel tegenstander van het huidige regime, zoals de journalisten dat dan ook meteen noemen, een regime. Daarmee geven ze eigenlijk al een kant aan, want ze spreken nooit over het Nederlandse regime. Nee. Hij is gewoon netjes over het kabinet. En ze hebben het ook over mevrouw Merkel en over president Obama en zijn overheid. Maar ze hebben het nooit over het Amerikaanse regime. En daarmee geven ze dus al duidelijk aan dat ze een kant gekozen hebben. Nou ja, dat is ook zo. Als ik gewoon kijk wat er nu gebeurt, dan heb ik het idee dat de Koude Oorlog eigenlijk nooit afgelopen geweest is. Ik bedoel, als je ziet hoe nu de westelijke kant weer naar de oostkant staat. En eigenlijk toch, eigenlijk weer de Zwarte Piet naar Rusland spelen. Nou moet ik wel zeggen dat ik ook nog niet steeds duidelijk weet of Poetin nou aan welke kant hij nou staat, of dat hij helemaal alleen staat. Dat kan ook natuurlijk. Het punt is wel zo dat hij heeft weten te voorkomen dat nadat er in Syrië dan een externe oorlog uitbrak, dat er wat ze daar inmiddels intern doen, ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal pluis. Maar waar ik hier eigenlijk, en dat vond ik wel een beetje een vreemde manier van ingrijpen van Rusland, dat die militairen er allemaal binnengebracht zijn en binnengelopen en gevlogen en wat dan ook allemaal, zonder enige merktekens en daar ook zelf niks van zeggen. Het punt is wel... Nou, dat... Ik kan me heel goed voorstellen dat ze de mensen niet bang willen maken. Nee, kijk, als jij echt de burgerbevolking bang wil maken, dan kom jij in volle ornaat met al jouw tekens en al jouw merkjes, je aanlopen. Dat klopt. Wat ik dus wel gezien heb, is dat Poetin bang of Rusland bang van was. Je weet niet hoe ver die invloed gaat natuurlijk. Maar dat het eerste wat ze gedaan hebben is gewoon die legerbasis van de Oekraïne geïsoleerd. Zodat daar niks mee kon gebeuren. Kijk, als op het moment dat
in de Oekraïne de vlam in de pan slaat bij de mensen. Dus dat er echt ja, weer rellen en opstand komt. Ja, dan kan je er donder op zeggen dat het Oekraïnse leger ingezet wordt en met alle gevolgen van dien. Nou, dat is nog maar een vraag, Jeroen. Ik heb net een update geplaatst. Ja. Onder artikel, ik weet niet of je het overgenomen hebt. Oekraïne, ja. Geheime diensten en financiële elite ontketenen bijna wereldoorlog. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, en daar heb ik ook een linkje naartoe gezet. Ja. Dat is de tweede keer dat ze bijna Wereldoorlog 3 ontketenen. Nou, dat bedoel ik dus, ja. Ja, dat, want dat is in Syrië hebben ze dat ook getracht. Ja. Als je even, die video heb jij nog niet kunnen zien, want die heb ik dan net 2 minuten voor het programma begonnen, heb ik die erbij gezet. Die kreeg aangeleverd van, ja. Van een externe bron. Mm-hmm. En dat is een Duitse video, wordt ook Duits gesproken, die heet Verschwörung der Medien aufgedeckt, Oekraïne, ja. Kiev. En die heeft dan de titel Terroristische Actionen, Friedlicher Demonstranten. Nou, jullie mogen allemaal stuk voor stuk die video gaan bekijken. En dan mag mij iemand hier in Kerkrade komen vertellen met droge ogen dat dat een vreedzame demonstranten waren. Daar is vanuit Amerika en vanuit de Europese Unie is destijds gevraagd, toen die rellen begonnen, of wij, of de Oekraïnse politie en ordentroepen of die terughoudendheid zouden willen... ja, dat ze in ieder geval terughoudend zouden willen zijn. Mm-hmm. Dus niet daar volop losmeppen. Het enige wat wij hebben gehoord is bloedbad hier, bloedbad daar, bloedbad zus. Nou, ga die video kijken. Die duurt 12 minuten. Als je dan nog altijd overtuigd bent dat die politielui die mensen daar als een gek neergeknuppeld hebben, dan, ja, dan ben je of gek of je wil het gewoon niet weten. De video duurt nogmaals bijna 13 minuten. En in die 13 minuten zitten bijna 10 minuten zie je alleen maar van die demonstranten die met kettingen op politie zijn in het meppen. De politie die doet helemaal niks terug. Traangas in de ogen spuiten, stoeptegels, hoe heet het, die van die caterpillars, die graafmachines, ja, ja, ja. Die grote bulldozers, die Israëlische overheid ook gebruikt. Trouwens heel toevallig dat... Netanyahu daar trouwens over in gesprek is met Obama, over deze kwestie, onder andere. Mm-hmm. En dat ze zelf ook altijd bulldozers inzetten. Dus je zou er bijna zeggen van het is een Zionistisch kenmerk, die bulldozers inzetten. Ja, ja, ja. Maar ga de video maar eens bekijken. Als je nog niet overtuigd was van het feit dat de Oekraïnse overheid wel degelijk terughoudend is geweest. En heeft geprobeerd de demonstranten te beschermen. Eigenlijk zeg maar de goede mensen te beschermen van de slechte, dus uit elkaar te houden. Als je dan nog niet overtuigd bent, ja, dan weet ik het echt niet. Verder, ik ben er wat dieper ingedoken. Natuurlijk niet de gangbare bronnen, want de gangbare bronnen die kotsen eigenlijk allemaal dezelfde onzin uit. Sorry dat ik dat zo zeg, maar ik kan het haast niet meer anders zeggen, want het is gewoon één groot aan elkaar gebreid braaksel van onzin en zelfverzonnen toestanden. Mm. Niks wat te vertellen wordt bewezen. Helemaal niks. Van de week zag ik dat op het Nationaal de dame, ik weet niet meer hoe ze heet, die het Nationaal presenteert. Die had in eerste instantie had ze een verslaggever van Russia Today aan de lijn, aan de satelliet. En die wilde ze een bepaalde kant uitsturen. Nou, daar wilde die man helemaal niks van weten. Hij zegt van ja, wat jij suggereert, dat is helemaal niet waar. Het zit zo, zo en zo en zo. Je zult een stukje van de geschiedenis moeten kennen. Wil je dit een beetje kunnen begrijpen. En 80% van de mensen die daar leven, die zijn pro-Rusland. En dat is een kleine groep, het is een minderheid die anti-Rusland is. Maar als die minderheid met z'n allen de straat op gaan, dan lijkt dat natuurlijk een gigantisch grote groep. En die mensen die pro-Russisch zijn, die hebben er geen boodschap aan om ook op datzelfde moment op straat te staan. Die zijn er wel geweest trouwens, pro-Russische organisaties of demonstraties. Maar daar hebben we ook wel geen verslagen van gezien, net zoals dat in Syrië gebeurt. Dat zou pro-Syrische demonstraties zijn. Pro-Assad zien we ze ook niet. Ben ik daar verder in gaan duiken, blijkt die mezelfde mevrouw, dus mevrouw Victoria Nuland, bekend van de uitspraak Fuck de EU. Er is een probleempje opgetreden. VS en de EU, eigenlijk moet je dat niet zeggen de VS en de EU, maar de financiële elite die de VS en de Europese Unie leiding trachten te geven. In die zin dat die leiding erop toegespitst is om zoveel mogelijk geld te vergaren en macht in zo kort mogelijke tijd.
Die jongens die hebben een fout gemaakt. Die zijn niet met elkaar overeengekomen. Hoe het verder gaat, mocht Rusland de kont tegen de krip gooien. De VS is lekker ver weg, dat is geen probleem. Maar voor Europa, stel dat Rusland zou zeggen van, nou ja, goed jongens, jullie willen sancties opleggen, samen met de VS, laat maar komen. Draaien wij de olie en de gaskraan dicht. En dan mag je maar hopen dat het niet koud wordt de komende weken of de komende maanden. Want dan kun je gewoon je hut niet meer verwarmen. En dan hebben jullie een groter probleem dan wij. Rusland is groot genoeg. Die kunnen ook wel hun spulletjes ergens anders vandaan halen. Men, zoveel, zonder kaas kun je ook wel leven, denk ik. Hè? Ja. En zonder klompen. Bij wijze van spreken. Nou, ja, een beetje te chargeren. Ja, nee, maar dat is duidelijk. Diezelfde mevrouw, die mevrouw Victoria Nuland. Van Fuck de EU. Ik noem haar dan ook Victoria Fuck de EU Nuland. Dan weet iedereen waar ik het over heb. Die heeft vlak van tevoren. Dat is op december van 2013 geweest, heeft hij maar liefst 5 miljard dollar geïnvesteerd in agitation van de Oekraïne. Ja. Dat is ook terug te vinden tot in de kleinste details. Ik heb een link erbij gezet naar Information Clearinghouse. Nou, iedereen die in alternatieve wereld zit, die weet dat Information Clearinghouse meestal de spijker op de kop raakt. Ja. Ook in dit geval weer. We hebben al vernomen dat Europa ook zo'n kleine 11 miljard geïnvesteerd heeft in de agitatie, met andere woorden opschudding, van de Oekraïne. En allemaal met hetzelfde doel, om weer een land binnen de grenzen van Europa te krijgen, om vervolgens dat land met zogenaamde hulp via het IMF, de Wereldbank en de Europese Unie, de trojka zeg maar, om dat land weer helemaal uit te kleden. Dus eerst verslaafd te maken aan geld. Met hele grote leningen. Leningen waar gigantische rentes op zijn. En die rentes worden natuurlijk niet mee gefinancierd. En iedereen weet inmiddels wel, als rente die mee gefinancierd is, en dat is nooit bij een lening, dat je die lening never nooit niet meer op een fatsoenlijke manier kunt terugbetalen. Zeker niet binnen die tijdsbestekken die worden aangegeven voor die landen. Op het moment dat dat dan gebeurt, menen die mensen het recht te hebben, en dat zetten ze dan ook gewoon in die contracten, dat als binnen een bepaalde tijd de lening niet terugbetaald is, of begonnen is met terugbetalen, of welke grenzen dan ook maar stellen, dat zij zich dus kunnen gaan bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden. Zoals de consumptiebesteding, wat er aan belasting wordt gegeven, accijnsen, dat soort zaken allemaal. Waarmee zij dus de macht grijpen binnen zo'n land. En ook de financiën van zo'n land kunnen gaan regelen. De grondstoffen van zo'n land kunnen gaan regelen. En dan zijn ze precies waar ze zijn willen. Dat is een absolute machtspositie. En dan wordt zo'n land uitgekleed. Ja. En dat hebben wij al die landen gezien. Dat hebben wij Griekenland gezien. Dat hebben wij Portugal gezien. Dat hebben Italië gezien. Spanje. Nederland is ook hetzelfde laken en pak. Duitsland ook in mindere mate. Daar roept Merkel natuurlijk, een van de grootste bazen van de NWO, dat hartstikke goed gaat in Duitsland. Dat is niks aan het handje. Nou, zodra Merkel er niet meer is, dan zullen we erachter komen hoe slecht het daar werkelijk was. Net zoals in Nederland, waar nu wordt geroepen, wij gaan naar een groei van 1,25%. Daar werd vandaag zelfs, tijdens een nieuwsuitzending werd gesteld, dat de groei nog groter zou zijn als dat die nu al is. Nou, dat is geen groei. Nee. Glasharde leugens. Compleet uit de duim gezogen. Er is geen groei. Er komen steeds meer werklozen. De winkels en de centra sluiten. De zelfstandige ondernemer heeft geen brood meer op de plank. Er is geen groei. Er is alleen maar achteruitgang. Alles wat men tot nu toe roept, en dat is, valt wel binnen het kader wat Rutte ook heeft aangekaart, we moeten een positievere sfeer moeten we creëren. Binnen die positieve sfeer, dan komt het vanzelf wel goed. Nou, dat zijn ze nu aan het doen. En ze creëren die positieve sfeer niet door daadwerkelijk maatregelen te nemen die in het voordeel zijn van burgers, waardoor burgers weer een paar centen in hun portemonnee krijgen en wellicht dan de drempelvrees overwinnen om toch maar eens een keer weer naar het winkelcentrum te gaan en dit dingetje wat ze misschien eigenlijk toch wel wilden hebben te kopen, om dat te bewerkstelligen. Nee, ja. Het wordt gewoon gedaan met glashelden leugens. Er is geen groei. In heel Europa is nergens groei te vinden. Iemand die groei wel weet te vinden, laat het mij maar weten, want dan ga ik het met hem controleren.
Ja, nee, maar dat is ook duidelijk. Dat, maar ja, wat mij nog steeds verbaast is dat iedereen nog steeds, wat, ja, we vertellen nou het nieuws, we vertellen ook wat er aan de hand is, maar ik ben er bijna van overtuigd dat, ja, dat er best wel heel veel mensen zijn die het zien, maar waarom blijven we zo tam daaronder allemaal? Dat komt iedere keer wat terug. Ik zie trouwens dat Peter Cijverberg ook online is. Ja. Misschien dat hij dadelijk nog wel even een babbeltje mee wil doen. Maar hoe dan ook. Waarom blijven wij zo tam? Ik denk dat wij zo tam blijven. Op de eerste plaats dat we geconditioneerd worden. Dat moet je natuurlijk niet zeggen, want dan zijn wij complotters. Ja. Nou, dan zijn we maar complotters. Want wij leggen inderdaad complotten bloot. En complotten bestaan. Ja. Zelfs in het programma waar ik toen gefigureerd heb, een programma wat over complotten ging, daar kwam toen een psycholoog. En je weet, het einde van het woord zegt het meestal al. De helft van wat die vertellen is gelogen, daarom heet het ook psycholoog. Ja. dat soort beroepen met loog, dan moet ik toch altijd aan liegen denken. Ja, daarom. Maar die zei toen ook, van luister naar wat die jongens vertellen, jullie kunnen er wel een beetje grappig over doen, maar de wereld hangt van complot aan elkaar. Wat dat betreft hebben die gewoon groot gelijk. En als ze dingen dan blootleggen, of denken bloot te leggen, ja, noem het complotters. Maar complotten zijn van alle tijden, en complotten zijn overal om ons heen. Zelfs op de bedrijfsvloer, zelfs bij je buren. Nou, overal zijn complotten, want mensen durven elkaar niet meer recht in de ogen aan te kijken en eerlijk tegen elkaar te zijn. Nee, dat komt zelfs bij. Zo wordt de samenleving namelijk vormgegeven. Wij moeten continu moeten we oppassen, achter ons kijken. Je mag die niet vertrouwen, zus niet vertrouwen. Dan krijg ik het regelmatig naar mijn hoofd geslingerd van een goede vriend. Die zegt van, je moet niet zo makkelijk van vertrouwen zijn. Ik zeg maar, beste vriend, als ik zo moet gaan leven dat ik in principe iedereen moet wantrouwen. En dat ik hem pas kan vertrouwen als hij het bewezen heeft. Zo wil ik helemaal niet leven. Nee, dat ik is, heb me voorgenomen om iedereen in principe te vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is. Dat is in mijn intentie inderdaad ook. Ik heb heel veel mensen zeggen van ja, je bent naïef. Ik ben helemaal niet naïef. Ik ben, ik sta gewoon open voor alles en voor iedere mening. En ik ben bereid tegen naar iedereen te praten. En zelfs als mensen hun tegendeel bewezen hebben, ja, dan is nog de vraag. Met dat verreden en hoe dat gekomen is, dan ben ik nog nieuwsgieriger eigenlijk. Ja, dan heeft het altijd over onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat daar alles valt en staat mee. En dat klopt ook, maar als jij mensen niet op basis van gewoon dat je dat, als je iemand leert kennen, niet kunt vertrouwen en maar wantrouwt, dan kun je dus nooit spreken over onvoorwaardelijke liefde. Absoluut niet. Dat vind ik ook. Daar sta ik helemaal achter. Het principe van vertrouwen, dat is eigenlijk ook een principe van die onvoorwaardelijke liefde. Ja. Als je dat niet kunt, dan kun je ook niet over onvoorwaardelijke liefde spreken. Dan kun je volgens mij helemaal niet over liefde spreken, want dan spreek je over achterdocht en nijd en haat en weet ik veel wat allemaal. En dat zijn allemaal dingen die passen niet binnen het kader liefde. Nee. Hoogheid aan de contrakant. Maar waar willen we eigenlijk naatoe? Kijk, revolutie op bestelling, daar heb ik ook een linkje van geplaatst in het artikeltje. Ja. Daarin wordt al duidelijk wat met die vele miljarden wordt gedaan. Mm-hmm. Zo'n revolutie, dat wordt niet van de een op de andere dag wordt dat georganiseerd. Daar zit behoorlijk planwerk aan vast. Er zit echt maanden planwerk aan. En dat kost natuurlijk ook kapitalen. Dat die organisaties bestaan die een revolutie op bestelling leveren, dat is ook glashard. Want je kunt de organisatie zelf spreken, je kunt die organisatie ook zelf benaderen. Je kunt het zelfs zelf organiseren. In principe wel. Wat ik denk wat er uiteindelijk aan de hand is met dit hele gebeuren. In Syrië hebben ze een probleem, want in Syrië is eigenlijk al een beetje duidelijk. Welke kant het Westen heeft gekozen, de kant van de jihadisten, de kant van de huurlingen, de zogenaamde rebellen. Er is geen hond meer in Nederland die gelooft dat die mensen die daar in Syrië vechten tegen de overheid, dat dat daadwerkelijk echte, oprechte rebellen zijn. Nee. Iedereen weet inmiddels dat dat gewoon simpelweg huurlingen zijn die uit Qatar, Saoedi-Arabië en wat andere apenstaten zijn komen overwaaien.
en betaald krijgen vanuit het Westen en materiaal geleverd krijgen vanuit het Westen. Vanuit allerlei kanalen. En of dat nou via Qatar, Saudi-Arabië, Jordanië, Israël, dat maakt allemaal geruk uit. Het wordt door het Westen betaald. Dat weet iedereen. En bij de Oekraïne is het niet anders. Alleen bij de Oekraïne was het tot nu toe nog niet zichtbaar. Nu begint het zichtbaar te worden. Men heeft hier geprobeerd om een x-aantal landen, de zogenaamde BRICS-landen, jij weet welke ik bedoel. Ja, ja. De BRICS-landen samen met daar zit China trouwens ook bij, daar zit Brazilië bij, dat zijn niet de kleinste landen. Nee. Samen met Rusland, die zijn al een hele tijd voornemens om de petrodollar te toppelen. Ja. Ze willen van die petrodollar af. De petrodollar is geloof ik in 1971 of 1970 is die in het leven geroepen. En dat hield in dat alle olie en alle gasbaten en alles wat met energie te maken had, alle handel gedreven moest worden met de dollar die gedrukt werd door de Federal Reserve Bank. Nou, iedereen weet dat de Federal Reserve Bank net zo federaal is als dat Jeroen en ik dat zijn. Ja. Niet dus. Nee. Dat heeft niks met de overheid te maken, het is gewoon een privé-instituut. En dat privé-instituut dat werkt onder andere voor de tak Skull and Bones, het Nazi-Bush syndicaat, die ook de drugs handelen. En die jongens hebben een groot probleem als die petrodollar daar werkelijk verdwijnt. Ja, maar het zou wel terecht zijn dat die werkelijk verdwijnt. Dat gaat ook aanstaan te komen. Ja. Dat is waarom er zoveel rotzooi overal is. Die rotzooi die wordt bewust. Men probeert dus echt om overal en nergens nog wat invloed te krijgen voordat het gebeuren rond wordt gebreid door de BRICS-landen. En dit zal gaan gebeuren. Het zal gaan gebeuren. Het is onherroepelijk. Ik zag ook dat iemand, een zekere Henny, een x-aantal linken heeft geplaatst onder mijn artikel waar dat ook vanuit een andere bron. Ja, verteld wordt. Dat is ook, Henny zit trouwens ook, nu niet trouwens, maar die zit regelmatig ook op de chat bij ons. Ja, waarvoor mijn dank Henny als je meeluistert. Want dat zijn dingetjes die je aandraagt die echt top zijn. Dat ze ook zien dat vanuit andere kanalen komt. De bronnen die ik gebruikt heb voor het artikel zijn ook niet de minste. De belangrijkste is misschien wel Paul Greg Roberts. Dat is iemand geweest die binnen de Amerikaanse overheid een heel hoge functie heeft gehad. En die niet meer blij is met de Amerikaanse overheid. En daar zelf achter is gekomen dat het niet functioneert zoals het zou moeten functioneren. En niet bestuurd wordt door die mensen waardoor het bestuurd zou moeten worden. Maar dat bestuurd wordt vanuit achter de schermen. Daar is hij helemaal niet blij mee. Die ziet dus zijn vrije Amerika, wat ooit eens een keer vrij was, ziet hij dus verpieteren. Amerika is eigenlijk Amerika niet meer en Europa is Europa niet meer. Net zo min dat Nederland nog is. Want laten we nou eerlijk zijn, wat hebben wij van onze Nederlandse identiteit nou nog over? Als ik een liedje erbij pak, 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aan, als je die mooie teksten daarin hoort, dat toen heel erg gangbaar nog waren in 1985, 84 geloof ik was dat nummer. Toen klopte dat nog enigszins. Toen waren we zo ook natuurlijk al bezig om allerlei zaken te regelen, maar die teksten klopten in principe. Mensen die kon je niet op de kop zetten, die kon je niet in een keurslijf stoppen. Want als er wat was, dan gingen we net als de Fransen, wij zetten dan niet de autosnelwegen af en de grenzen dicht, maar wij gingen met z'n allen gezellig naar Malieveld of we bezetten het Binnenhof. Wanneer heb je dat voor de laatste keer gezien? Dat straks al over. Ja. Dat zie je nooit meer. Nee, precies. En als je om je heen gaat kijken, is het nou werkelijk echt gezellig in dit land? Nee, niet echt. Ik vind het niet gezellig hoor, in Nederland. Absoluut niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat wat Peter Stuyvesant, wat die vorige keer riep. Als ik hier in Nederland kom, dan word ik bang. Nou, dit is mijn landje niet meer. Nee, maar het is ook het is ook totaal ongeloofwaardig. En als je ziet wat er gebeurt, ik bedoel, kijk nu zelfs, dat vind ik trouwens een zeer kwalijke, dat de landelijke politiek zich ineens met de gemeentepolitiek gaat bemoeien. Ze hebben allemaal debatten en wat dan ook allemaal in de richting van, maar ook de propaganda op de borden en zo, die Rutte die flikt het weer, wie kan werken werkt. Nou, dat vind ik dat je gewoon een ontzettende verschrikkelijke klootzak bent, om ook maar wat grof woorden. Als jij dat durft te zeggen in een land van 700.000 werklozen.
Nou ja, die hebben we niet, want volgens de Nationaal gaan we dit jaar groeien naar 650.000 werklozen. Volgens mij zitten we inderdaad al op die 700.000. Ja, natuurlijk, want ze hebben er een heleboel, ze hebben er een heleboel afgevoerd via andere wetten. Maar ja, dan nog. En als we dan, als Rutte dan toch zo'n mooie campagne begint, ik zou zeggen, hang er een poster op wie regeren kan, regeert. Maar dat kan die dus niet. Nee, precies. Maar, dat wordt weer... Wordt er gespeeld op de onderbuikgevoelens in de maatschappij en op haat en nijd en afgunst. Dat is alles wat de overheden vandaag de dag mag doen. Continu, maar ook echt op alle vlakken verdeling zaaien. En proberen mensen tegen elkaar in het harnas te jagen. Want als mensen tegen elkaar bezig zijn, dan zijn ze niet tegen de overheid bezig. Daar hebben ze daar geen tijd meer voor. Nee, maar dat is dus eigenlijk het smerige spelletje. Dat ze eigenlijk een soort van tweedracht binnen Nederland proberen te zaaien. Die eigenlijk ook, ik denk dat ze eigenlijk de rel uitlokken die ze niet krijgen. Wat dat betreft denk ik dat het in Nederland nog heel erg lang gaat duren voordat ze inderdaad echt de straat op gaan. Ja. Dus ik denk dat ze hier echt als laatste de straat op gaan, als ook werkelijk niemand nog iets kan betalen. Maar om daar even iets aan vast te binden, dat was met, dan is het me weer ontschoten, dat zal me dadelijk wel weer te binnen schieten. Okay, sorry. Ik wilde er maar net iets over zeggen, maar toen gaf jij dat tussenzinnetje en dan was ik hem weer kwijt. Okay. Ik heb toch wat meer met een papiertje gewerkt, ik begin oud te worden, joh. Ja, jij ook al. Dat soort dingetjes, maar ja, dan heb je wel 3000 dingen heb je weer in je hoofd. Ja. Wat je nou trouwens ook ziet, ik gaf meneer Plaatsek dat artikel, dat heb ik dinsdagavond geplaatst. Mm-hmm. En daar heb ik geschreven, let op, als opmaat voor het volgende conflict, op eenzelfde wijze georganiseerd als de Oekraïne en Syrië, geef ik alvast een hint. Venezuela. Ja. En wat schetst mijn verbazing? Vanochtend, dat ik dus zie dat Obama en de Europese Unie meneer Maduro de wachten aangezegd hebben dat hij fatsoenlijk met zijn demonstranten moet omgaan. In Venezuela is het, ik neem maar alvast een voorzetje op Venezuela, want ik weet dat het daar ook gaat gebeuren. Daar heb je ook een elitaire club. Vroeger was Venezuela was gewoon een vazelstaat en er zat gewoon een dictator. En die elitaire club die toen de tijd de broek aan had en zich daar gigantisch verrijkt heeft over de ruggen van die arme burgers, die elite die zit er nog altijd, die blijven ook, die slijmeren. Die worden ook niet aangepakt, hè, zolang ze maar rustig zijn. Die worden niet aangepakt, maar die elite, net als in de Oekraïne, net als in Syrië, die jongens die al veel hebben, maar nog veel meer willen hebben en dat alleen kunnen krijgen als een land zoals Syrië, Venezuela en Oekraïne een leider krijgt die gelieerd is aan westerse corporaties, banken en mogendheden. Je ziet dadelijk daar in Venezuela precies hetzelfde gebeuren. In 2005 hebben ze dat eens een keer geprobeerd. 2003 was het geloof ik, 2005. Dat is toen vastgelegd. Daar is toen een gigantisch mooie documentaire uitgerold. En die heette The Revolution Will Not Be Televised. Maar die werd natuurlijk wel op tape vastgezet. Die is nog altijd terug te vinden op het internet. Heel interessant. Ook toen werd door de Amerikaanse media en door de Europese media, net zoals nu over de Oekraïne, glashard gelogen. Over de opstanden die daar waren. De opstanden die werden georchestreerd. Net zoals nu. Mm-hmm. Alleen dat werd doorzien door Hugo Chavez destijds. Ja. Chavez die doorzag dat niet alleen, maar die benoemde dat ook. Maduro doet trouwens precies hetzelfde. Die benoemde het ook in zijn journaals, in zijn meldingen naar het volk toe, zegt hij ook, luister jongens, er zijn buitenlandse mogendheden die zijn hier bezig om herrie te schoppen. Die willen ons land hebben. En de man heeft 100% gelijk, want dat is ook daadwerkelijk aan de hand. 2005 is een heel mooi voorbeeld. De bevolking heeft uiteindelijk destijds Hugo Chavez ontzet. Want hij was al opgepakt, hij was er gevangen genomen en ze hadden nog net geen kogeltje in zijn denkje gejaagd. Mm-hmm. Toen de bevolking dus echt in actie kwam en de man letterlijk en figuurlijk ontzet heeft en de paleis bestormd heeft en de zaken weer rechtgezet heeft. Ik zie dat in de Oekraïne vooralsnog niet gebeuren, omdat de club die daar pro-Rusland is,
zoiets heeft van ja, we wachten gewoon af wat Poetin doet. Want die hebben zoiets van ja, Poetin laat dat toch niet over zijn rug gaan. En ik denk ook niet dat Poetin dat over zijn rug zal laten gaan. Als ik de goede man was, ik zou meteen de grenzen dichtgooien van Oekraïne. Ja. Daar Russische bewaking neerzetten. En iedereen mag elk paspoort, ook werkelijk elk paspoort, maar vooral westerse paspoorten, heel goed controleren en kijken welke rol dat soort mensen spelen. En tegelijkertijd zou ik in het land, bij de anti-Rusland club, zou ik ook een screening laten doen. Maar dan wel door de Oekraïnse overheid en politie en geheime diensten. Mm-hmm. Van wat zijn dat voor lui? Zijn dat eigenlijk wel Oekraïners? Zijn dat mensen van ons of zijn dat mensen vanuit het buitenland? Nou, jij weet net zo goed als ik dat het mensen zijn van het buitenland. Ja. Alleen is er een grote club binnen de Oekraïne. Ik dacht altijd dat Nederlanders wat dat betreft geïndoctrineerd waren. De Amerikanen misschien wel het meest geïndoctrineerde volk van de wereld. Maar als ik dan die Oekraïners zie die achter die nazi's aanlopen. Die deze revolutie op bestelling uitgevoerd hebben. Die eigenlijk een legitieme overheid met zwaar geweld afgezet hebben. Echt zwaar geweld. Kijk de video's maar. Als je de video ziet, dan weet je ook waarom ik zeg zwaar geweld. Een grof geweld. Nou ja, goed. Dit zal nog een staartje krijgen. En men probeert Rusland uit de tent te lokken. En ik ben heel blij dat Poetin zo slim is. Met BRICS in zijn achterhoofd. En de val van de petrodollar in zijn achterhoofd. Mm-hmm. Want hij zal ook al denken, lachen jullie nou maar. En noemen jullie maar de kleine tsaar in Rusland. En laat de media maar lekker een lulverhaal over mij vertellen. Ja. Maar wie het laatst lacht, die lacht het best en het hardst. En ik denk dat uiteindelijk dat we met z'n allen heel erg hard gaan lachen. En mensen hopen in godsnaam dat de BRICS dit voor elkaar krijgt. Dat wij van die petrodollar afkomen. Want dat zou alle menu betekenen. Echt werkelijk alle minuut dat de toekomst voor ons er compleet anders gaat uitzien. Compleet anders gaat uitzien. Want dan is de macht gebroken van de elite, van de financiële elite die nu de touwtjes in handen hebben. Dan worden de touwtjes min of meer doorgeknipt. Misschien nog niet allemaal tegelijkertijd. Ze zullen nog voor allerlei toestanden proberen uit te halen met waanzinnige aanslagen. Misschien op grote evenementen waar we allemaal altijd heel erg alert voor zijn. En alert op zijn en terecht. En we hebben het in het verleden gezien dat grote evenementen altijd aangegrepen worden om mensen bang te maken. Ja. Dat werd vroeger ook in Europa en in de rest van de wereld heette dat operatie Gladio. En dat hebben overheden van Europa, voor de mensen die denken dat overheden dit niet doen, dit soort zaken. Ja. De overheden van Europa, zoek het maar op, die hebben toegegeven dat ze aan operatie Gladio meededen. Dat ze dus bewust aanslagen lieten plegen en ellende en zwaar geweld lieten uitvoeren door bepaalde organisaties die betaald kregen vanuit overheden, weliswaar via, toch betaald kregen van overheden, om de bevolking mak te houden en de bevolking met de ogen gericht vragend naar de overheid van jongens, bescherm ons alsjeblieft, want wij worden hier bang van. Ja. Dat is opzettelijk gedaan, het heeft tientallen jaren geduurd en ik durf te zeggen dat het vandaag de dag in toenemende mate nog vele malen groter en erger is als destijds met het begin van operatie Gladio. Het is nog veel complexer geworden en waar de overheid overal de invloed op uitoefent, ja, je hoeft het zelf op maar te kijken in de samenleving. Je kunt werkelijk geen scheep meer laten of je moet aan regelgeving van de overheid voldoen. Je moet een rapport erbij afgeven hoeveel CO2 erin zit en hoeveel gas en hoeveel methaan, bij wijze van spreken, hè? Chargeer nou even schromelijk. Mm-hmm. Maar dan komt er bij neer, onze overheid, die ligt verdomme naast ons in bed. Ja. We kunnen helemaal niks meer zonder die lui, die niet eens weten wie Ronald Sleep in Kerkrade is of Jeroen Gijs in Zuid-Holland. Dat weten ze geen eens. Maar ze regelen wel ons hele hebben houden van de wieg. Dat het gaat en dat moet afgelopen zijn. En dat gaat stoppen. Of al niet al te lange tijd. Nou, dat denk ik ook. Dat heb ik wel van overtuigd eerlijk gezegd. Dus dat is... Maar ja. Dit soort dingen zien we nu zien. Mm-hmm. Zoals die gifgasaanval in Syrië. De meest knullige manier een gifgasaanval laten doen. Dat zie je, dat zijn paniekreacties. Ja. Dat is een kat in het nauw die rare sprongen maakt.
anders kan ik het niet meer omschrijven. De balans is omgeslagen. De macht begint af te brokkelen. En dan merken ze me al te goed. En ze proberen met alle middelen die ze tot beschikking hebben, proberen ze toch nog die verdeeldheid te blijven zaaien. En ons dingen op de mouw te willen spelden. Zodat wij een bepaalde mening hebben. Bijvoorbeeld over Poetin. Nou, ik zal je dat zeggen. Ik ben geen fan van Poetin. Ik ben geen fan van geen enkele leider. Maar als ik moet kiezen tussen Europa, de VS en Poetin, dan kies ik 10 keer voor Poetin. Nou, dat gevoel heb ik ook al min of meer. Maar ik vraag me dan wel af. Ja, die Poetin, die heeft toch ook wel een paar gezichten, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk. Het is, wat hij doet ten opzichte van de Oekraïne en ten opzichte van die wereldmarkt, dan denk ik van ja, daar zit je wel redelijk in de goede weg. Ik denk ook dat hij echt ten koste van alles ook maar iedere derde wereldoorlog wil voorkomen, en terecht. Van de andere kant zie ik dan ook zijn gezicht met de homo-discriminatie, met het oppakken van Greenpeace, met het in elkaar slaan van die Pussy Riots. Je hebt het artikel niet gelezen, hè? Pussy Riot ja. is georganiseerd door de CIA. Ja, dat vraag ik me af. Is dat zo? Greenpeace, dat soort dingen, georganiseerd, dat komt van Paul Craig Robertson. Ja, oké. Okay. Dat is niet de minste, hè? Ja, ja, ja. Die zegt, dus daar gaan de centen naartoe, zegt hij, en wat jullie zien als een milieuorganisatie, of een bandje die beknot worden in een vrijheid van meningsuiting, zegt hij, dat is allemaal georchestreerd, zit hij, het wordt allemaal geregeld door de CIA en andere inlichtingendiensten, die zorgen dat op zo'n manier de publieke opinie over zo'n man gigantisch keldert en dat zo'n man eigenlijk gewoon zwaar in discrediet wordt gebracht. Kijk, ik heb het nou een heel klein simpel voorbeeldje. Mm-hmm. Heeft niemand er wat aan om mij in discrediet te brengen, want het zal me toch een blikken worst zijn. daar heb ik echt, wie ben ik? Als ik morgen dood ben, daar staat iemand anders op die hetzelfde werk doet als ik. Dus dat maakt niet uit, dus mogen mij gerust zwart maken. Ik plaats dit artikel op Nu Jij. Ja. En dan komen een paar mensen, kwats, onzin, weet ik wel. Compleet geen onderbouwing, hè? Gewoon kwats, onzin, een complotgejank, je weet het wel, ik ken het allemaal wel. Ja. Ik geef wat argumenten. Meestal zo argumenten dat ze links en rechts de oortjes aan toeteren hebben, want dan kunnen ze niks meer terug zeggen. En waar komen ze dan mee? Ja, heb je eens gekeken op die website van bovendien, daar staat iemand die zegt dat hij met Jezus praat. En die staat op dezelfde website. Ja. Dus dat moet al onzin zijn wat die mensen schrijft. Ja, dat zijn soort dingen kom ik zelf ook al tegen. Dan denk ik van ja, jongens, dus als er een ik noem er eens wat, en je kijkt in een NRC Handelsblad en daar staat toevallig ook iets over de relatie van Jort Kelder met weet ik van welke flamoes die nou weer binnen zijn gelederen heeft getrokken, dan mag je dus het verhaal op de voorkant niet geloven. Nee. Dat slaat toch helemaal nergens op. Zelfs die contra-kant, die hebben gewoon geen argumenten meer. Nee, dat is ze zijn door de argumenten. En het enige wat ze dan doen, is de persoon zwart maken. Nou, dat wordt natuurlijk op een gigantisch grote schaal gedaan. Wereldwijde schaal gedaan. Door alle nieuwskanalen die gelieerd zijn aan Rupert Murdoch en consorten. Nou, dat zijn er nogal wat. De enige die dat niet doet, is bijvoorbeeld Russia Today. Ja. U doet dat in minder markt. Zelfs bij Russia Today was een dame. En die werd dan, want ik heb nog gezocht op dat filmpje van die meneer van Russia Today. Die dus niet wilde toegeven aan wat die verslaggever van de NOS allemaal vroeg en stelde. Zei, nee, dat heb je niet goed gezien. En je zou dit eens even moeten bekijken. Je zou dat eens even moeten bekijken. Dus die gaf gewoon geen duimbreed toe. Die hield het lekker in het midden. Want die zegt van, ik weet het eigenlijk nog niet precies. Ze hebben toch uiteindelijk iemand gevonden die dan ook zogenaamd voor Russia Today was. En die staat dus wel op de website van de NOS. Maar dat ene filmpje kan ik niet meer terugvinden. Hè? Nee. Dat is om Airborne verschwonden. Ja. Ra, 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 ra. Maar een dame van Russia Today die toevallig wel zoiets had van, ja, ik ben niet helemaal pro-Putin. Die kreeg daar wel even een podium. Terwijl die dus in het programma van de NOS, een live programma, niet te zien was. Nee. Dus het is zo ongelooflijk smerig in elkaar gestoken, ja, dat jij zelfs ook nog twijfelt. Of zo'n meneer wel. Je kunt, nogmaals, als jij een land als Rusland krijgt, dat die man daar met een geweer staat op foto's, dat hij een beer heeft afgeschoten in de Siberische bossen.
Ja, maar jongens, dat is Russische cultuur. Ja, dat klopt. Dat is Russische cultuur. Dat is net zo'n cultuur als wanneer, weet ik veel, wanneer Obama met een paar, ja, weet ik veel wat, met een paar van die lui, weet je wel, die halleluja-lui in een kerk staat mee te zingen. Dat is ook een stuk Amerikaanse cultuur, ja, hè? Ja, 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 ja. Hoe ze dat noemen, die blues en jazz en ja. Dat is ook een stuk cultuur. Wel, in Rusland is de cultuur wat barrig. Ja, ja. Nogal wie is. Het is ook een groot en grof en een heel erg wisselend land. Aan de ene kant bloedheet, aan de andere kant steenkoud. Dus, nou ja, goed. Ik laat me in ieder geval niet leiden door al die propaganda. Ik ga dus kijken waar ik daadwerkelijk wat kan. Met betrekking tot Poetin, om daar nog even op terug te komen. Die hoorde vroeger bij de Orde van Malta. Ja. Voor zover ik weet, hoort hij daar niet meer bij. Kan je daaruit trouwens? Dat is dat filter ik uitgegeven dat hij zich weer heeft aangesloten bij de Russisch Orthodoxe Kerk. Ja, oké. Okay. En mensen die bij de Orde van Malta horen, die zitten normaal gesproken niet aangesloten bij een kerk. Actief. Nee. En ook zijn moeder, heb ik begrepen, die is er ook bij aangesloten. Die is ook een hele tijd niet aangesloten geweest. Ik heb hem trouwens ook na die bewuste foto destijds met zijn Malta-jurkje, heb ik hem ook nooit meer kunnen betrappen daarop. Dus volgens Benjamin Fulford, ik kan dat trouwens nogmaals, daarom hou ik dat niet stellig, maak dat niet stellig. Volgens Benjamin Fulford en een x-aantal andere bronnen, die ook niet altijd te toetsen zijn, is al een tijdje zo dat hij... ja, ik weet niet wat er gebeurd is met de man, maar het lijkt alsof hij een opdracht is uitvoeren. Zo lijkt het bij mij. Heel veel mensen denken dat Obama de verpersoonlijking is van degene, de one, die het allemaal recht moet gaan breien. Dat hoor je ook in die, op die echte zweefsites. Die zeggen, ja, nee, maar Obama, dat is de verlosser. Alleen, hij kan niks. Hij is met handen en voeten gebonden. Ja, dat is voor dat vind ik dus ook gewoon van... Kijk, ik vind Obama in tegendeel de verlosser, maar goed. En dat hij met handen gebonden zou zijn als hij de verlosser zou zijn. En dan ga ik zelf ook heel kritisch zijn. Dan zou hij er helemaal geen last van hebben. Dan deed hij dat gewoon. Nou, ik vraag me altijd de mensen die zo pro-Obama zijn. Dan zeg ik van, vertel me nou eens één ding. Eén dingetje in die 7 jaar dat hij nou in de macht is, 6, 7 jaar. Wat hij heeft gedaan, wat nog goed was voor de mensen in Amerika. Nou, ik zal je vertellen, en dan kunnen heel veel mensen beamen. Op het moment dat Obama riep, yes we can. Toen heb ik gelijk gezegd, ik vertrouw die man niet. En dat komt absoluut niet, die matcht niet met mij. En ik vind het nog steeds. En Obama, ik weet niet wat ze spelletjes ermee spelen. Maar die man is intussen tijd ook al een paar keer vervangen. Daar heb ik ook bewijzen van. Gewoon aan de hand van foto's, namelijk. Ja goed, op dat gebied wil ik mezelf nog niet aan begeven. Ik heb wel gezien dat ze dat iedere keer wat anders uitzien. Maar een kleurspoelingje doet ook al wat. Nou ja, maar de vorm van je kin en de vorm van je oren niet hoor. Het is algemeen bekend dat grote leiders... dat zag je bij Saddam Hussein, dat zag je bij, en dan wil ik niet zeggen grote leiders in de vorm, want ik vind hem een grote leider, absoluut niet. Nee, maar goed. Maar voor zijn volk was hij destijds, en voor zichzelf was hij een groot leider. Die had een stuk of 10 dubbelgangers. Ja. We wisten dat Hitler een stuk of 20 dubbelgangers had, waarvan er een stuk of 6 zo waanzinnig goed waren, dat zelfs de eigen leiding niet zag of het nou Hitler was of niet. Ja. Die lui die begraven zijn destijds bij die bunker in Berlijn, die vrouw en die man, dat waren ook dubbelgangers. Ja. Van Hitler en van Eva Braun. Mm-hmm. Daar wordt heel weinig over geschreven. Alleen Robin de Ruiter heeft erover geschreven, als Nederlandse auteur dan. En nu zijn er nog een paar andere boeken over gepubliceerd. Ook met die afbeelding waar hij dus als oud mannetje met een doekje op zijn hoofd in Argentinië nog ergens in een lappenman ligt. Ja. In zijn laatste dagen. Ja, ik ben er sowieso van overtuigd dat zo'n groot leider... kijk, als je begrijpt welke functie Hitler heeft gehad, dan begrijp je ook dat die man niet vermoord kan zijn. Nee. Gewoon doodsimpele feit, hij heeft namelijk precies uitgevoerd wat er van hem verlangd werd.
Hij heeft een oorlog. Hij is een oorlog begonnen. Hij is trouwens ook die oorlog niet zelf begonnen. Want als je mij vraagt, is Polen de oorlog begonnen? Door simpelweg die gedemilitariseerde zone. De meeste mensen weten dat die na de Eerste Wereldoorlog kreeg Duitsland natuurlijk van alles de schuld. Je weet, dat is Frans Ferdinand is dat geweest, Oostenrijkse prins. Die is toen vermoord. Daar is die hele oorlog op begonnen. Een hoop gezeik, loopgravenoorlog, iedereen kende wel, miljoenen doden, allemaal zinloos. En toch maar soldaten blijven sturen, zien dat ze met de bosjes omvallen en creperen, maar toch maar soldaten blijven sturen. Zo goed is onze leiding voor ons, hè? Ja. Zo goed is onze elite. Want die elitezoontjes die vechten niet mee, en als ze al mee vechten, dan zitten ze ergens achteraan in het front, veilig op een officierenpost. Vervolgens zijn er twee gedemilitariseerde zones zijn afgedwongen. Dat is een gedeelte bij Polen geweest. Daar bleven de Duitsers gewoon wonen, net zoals je er nu hebt dus in de Oekraïne. Wat vroeger bij de voormalige Sovjet-Unie hoorde. Die mensen zijn er gewoon blijven wonen, die Russen, die bij de Sovjet-Unie hoorden. Maar ze zijn dus wel Oekraïners geworden. Ja. Hier is toen vrijwillig voor gekozen, voor Oekraïne. Voor die gedemilitariseerde zones, die twee, eentje aan de grens met Frankrijk, het zuiden van Duitsland en ene aan het noorden van Duitsland, noordoosten van Duitsland, ik meen dat ze dat het Sudetenland noemden, de Danzig Corridor noemde de Duitse stad, van de stad Gdansk. Daar woonden miljoenen Duitsers nog, en die miljoenen Duitsers, die werden op een gegeven moment vlak voor Wereldoorlog 2, in 1938, eind 38, en begin 39 werden die daar met de tienduizenden, de honderdduizenden werden die op straat massaal afgeslacht. Zoals de Tutsi's en de Hutsi's elkaar afgeslacht hebben. Ja, zo werden de Duitsers daar op straat afgeslacht. Ze werden met veekarren, met tientallen opgestapeld, werden ze afgevoerd door hun eigen bevolking, door hun eigen mede-Duitsers die daar nog woonden. En daarop heeft destijds heeft Hitler gevraagd of daar niet iets kon worden ondernomen, of die mensen niet beschermd konden worden, die werden niet beschermd. Ja, en wat moet je dan doen? Stel je voor Limburg zou, ja, Limburg is misschien een slecht voorbeeld, want daar hangen er sowieso als appendix bij, het zal de rest van Nederland de worst wezen wat wij doen. Pak Zuid-Holland, waar jij woont, Jeroen. Ja, ja. Dat is een gedemilitariseerde zone. Daar wonen heel veel Nederlanders, er wonen 3 miljoen Nederlanders en die worden op de kop gezeten door de Engelsen. Die komen dan met bootjes aan, die knallen daar al die Nederlanders af. Ja. Is het dan legitiem voor de Nederlandse overheid om te zeggen van jongens, als jullie niks ondernemen, ondernemen wij wat? Ja. Nou, dat is destijds ook gebeurd met Duitsland. Mm-hmm. Duitsland heeft toen gezegd van jongens, als Polen niks onderneemt, als de internationale gemeenschap niks onderneemt, dan moeten wij dat zelf doen. En die hebben toen aanvankelijk, dat gebied gewoon bezet en hun mensen beschermd. Vervolgens heeft Engeland meteen de oorlog verklaard en Frankrijk ook. En daarop is Hitler begonnen en toen zijn ze doorgestoten naar de rest van Polen. Toen is er Blitzkrieg begonnen. Die was helemaal niet gepland zo. Nee. Dat was wel een grote oorlog gepland, maar niet op die manier. Alleen dan moet je wel even echt een stukje de geschiedenis duiken. Wil je Wereldoorlog 2 begrijpen, zul je eerst naar Wereldoorlog 1 moeten gaan kijken. Wil je Wereldoorlog 1 begrijpen, zul je moeten kijken wat is er allemaal voor Wereldoorlog 1 gebeurd. En zo zit de geschiedenis in elkaar. Nou, dat is het punt natuurlijk. Alles blijft een gevolg van het andere, van het vorige. Ja. Uiteindelijk. Daarom ook die gevleugelde woorden die destijds over de radio schelden in heel Duitsland. En die ook in Nederland te horen waren op de Duitse kanalen. Op 1800 uur zo en zo werd teruggeschossen. Daar werd hij gezegd, ga mij aanvallen, hij werd teruggeschossen. Ja. Waarom zou hij zeggen teruggeschossen? Ja, precies. Maar goed, het is net aan, de overwinnaar schrijft de geschiedenis. Wil ik even terug nog even naar die Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet of ik dat wel eens een keer verteld heb. Maar zowel Stalin, iedereen kent Stalin. Ja, ja. Iedereen weet ook wat er van die gruwelijke duivel was, die man. Mm-hmm. En Churchill. Churchill had er ook scheid aan als mensen sneuvelden. Ik kwam dat ook met van die geweldige gevleugelde zinnetjes allemaal die in de geschiedenisboeken staan. Met die Spitfire-piloten dat zo weinig ooit zoveel betekend hebben voor zoveel. Leuke spreken, maar wat heeft de man daar werkelijk gedaan? Roosevelt van Amerika.
En daar hebben ze ook langzamerhand een beetje gehad. Ja, dat waren eigenlijk de grote drie. Die hebben alle drie met Hitler samengespeeld. Want ze hadden alle drie hetzelfde idee. Er waren te veel mensen. Dan moesten mensen weg. Dan moest uitgedund worden. En als iemand die naar de kapper gaat en zegt, haal eens even een beetje weg, want dan komt er dieper doorheen. En hoe kun je dat doen? Door een oorlog te onsceneren. En een oorlog onsceneer je door een bepaalde etnische groep te isoleren. Nou, die etnische groep, dat was duidelijk welke etnische groep dat was. Er zijn er 6 miljoen vermoord volgens de geschiedenisboeken. Terwijl er volgens diezelfde geschiedenisboeken, vlak voor Wereldoorlog 1, nog geen 500.000 Joden in Europa woonden. Ja. Echte Joden, Sefardische Joden heb ik het dan over. Mm-hmm. Maar er zijn er wel 6 miljoen vermoord. Maar die melding van die 6 miljoen, die was ook al in 1897 werd die al genoemd. Die werd in 1899 werd die genoemd. Die werd in 1901 werd die genoemd. In 1912 en 1913, ik geloof dat het getal 6 miljoen Joden vermoord, of zelfs 6 miljoen Joden dreigen vermoord te worden, verbrand in een holocaust, dus ook nog verbrand, hè? Want holocaust betekent dat ze dus levend verbrand zijn. Die melding, die is al 5-6 keer voordat Wereldoorlog 2 was uitgebroken, verschenen in kranten. Je kunt er zelf op googelen. Ga er maar eens op googelen. Ja. Je kunt ze gewoon terugvinden, de krantenartikelen. Is niet iets wat ik in mijn duim zeg. Vervolgens, ik kom er vandaag, of van de week kom ik er weer langs, het oorlogsmonument in Den Haag. Oh, ik richting Kijkdij, ja. Ja. Dan kom ik er langs, vlak voor Madurodam ligt dat geloof ik, of vlak achter Madurodam. En dat is een Joods monument. Overal waar ik monumenten zie, zie ik Joodse monumenten. Ik heb niks met het judaïsme, ik heb daar geen probleem mee. Maar er zijn 55 miljoen mensen doodgegaan in Wereldoorlog 2. De enige herdenkingen die ik zie, zijn Joodse herdenkingen. Dat gaat over Joodse mensen. Waarom is dat? Ja, dat is wel heel... Ik kan dat niet begrijpen hoor. Nee, dat is wel een heel bezwaarlijk stempel in principe. Ja, maar hoe dan ook, als je begrijpt dat die mensen met elkaar spelen en met elkaar eenzelfde doel hebben en met elkaar verenigd zijn in geweldige clubjes, vrijmetselrijclubjes, en dat hoeft in feite nog niet zoveel te zeggen, die Freemasons. Maar je hebt Freemasons die willen de goede kant uit en je hebt Freemasons die willen de slechte kant uit. Dat is een keuze die krijg je ook als Freemason, als vrijmetselaar, in een bepaalde graad, 33 graad, dan kun je keuzen. Je hebt dat zwart-witte veld, hè, dat is de basis. Die check floor, of hoe noemen ze die checker floor, ik weet niet hoe ze dat precies noemen. Nee. Dat zie je trouwens ook altijd in Freemason videoclipjes. Ja. Zie die altijd voorbij komen, kijk maar zo'n clipjes van Lady Gaga, oude platen, hoe ze van de Beatles toen ze eenmaal echt groot waren. Ja. Bekijk dat maar eens allemaal. Daar zie je dat iedere keer hem terugkomen, je ziet de vogelkooien terugkomen. Die ook tijdens de manifestaties, de grote feesten van de vrijmetselarij zelf altijd gedragen worden. De hertenkoppen, je ziet die hele symboliek zie je terugkomen. Ja. Continu en altijd. Dan heb je een ladder en die ladder die kunnen de mensen opgaan en dan zijn er 3 torens. En op het midden van die ladder moet je een keuze maken of je gaat de goede kant uit of je gaat de slechte kant uit. Er zijn Freemasons die bedoelen het heel erg goed. Nassim Haramein is bijvoorbeeld een Freemason die de beste bedoelingen heeft. Ron Paul, ik weet niet of jullie hem nog kennen, die heeft een paar keer meegedaan als presidentskandidaat, maar die werd gewoon kortgezwegen. Hij is ook een Freemason, ook met de beste bedoelingen. De man die heeft maar liefst geloof ik 5000 kinderen op de wereld gezet als gynaecoloog. Als goed man, en is dan naar de politiek ingegaan. Hij heeft de langste politieke carrière van wie dan ook in Amerika ooit gemaakt. Hij is de grootste voorvechter van de Founding Fathers en de Constitutie. Niet omdat hij conservatief is, maar omdat hij zegt van die regelgeving die daar staat, als we die zouden toepassen, dan zou de wereld 10 keer mooier zijn dan dat die nu uitziet. Ja. Wij moeten terug naar die Constitutie. Dat is een voorbeeld van een Freemason die het wel goed kan bedoelen. En dan heb ik meteen mijn bruggetje gemaakt terug naar Poetin. Poetin, of hij nou wel of niet nog een Freemason is, een Freemason heeft in alle tijden de keuze. Of de slechte kant kiezen, of de goede kant kiezen. Als de slechte kant heb gekozen, bevalt je niet, kun je toch alsnog die goede kant uitgaan. En vice versa.
En waarom zou dat bij Poetin niet het geval kunnen zijn? Als ik kijk wat hij de afgelopen anderhalf jaar voor de wereld betekend heeft. Zeker in de kwestie Syrië. Want stel, hij was dan niet geweest en hij had China niet achter zich gekregen. Dan was de bok vet geweest in het Midden-Oosten. Nou, dat is ook zo. En in Noord-Afrika. Ga ik terug naar de Chinezen, die zijn ook nog even voorbij gekomen. Die bouwen trouwens in heel Afrika. Bouwen die gigantische steden. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom ze dat deden. Ik heb echt niet begrepen waarom ze dat deden. Ze maken ook gebruik van de grondstoffen. In veel landen in Zuid-Afrika, ze kopen overal het goud op. Ze bouwen steden die gewoon niet bewoond zijn. Helemaal niet. Ja, maar die bouwen ze zelfs in China zelf ook, hè? Ja. Dus... Maar die bouwen ze dus ook in Afrika. Er staan echt steden waar 20.000, 30.000 mensen in kunnen. Die staan gewoon leeg, hè? Ja. Zouden die zo... Ja. Ik heb dat beelden wel gezien. Ik denk dus zelf dat als daar het roer omgaat, ook binnen de Chinese overheid zitten natuurlijk voors en tegens. En ook binnen de Chinese overheid zitten Freemason, Mao Zedong was ook een Freemason trouwens. Ja. Ja. Chiang Kai-shek, de grote tegenhanger van Mao Zedong, idem dito, maar wel de goede kant. Want die wilde, dat was eigenlijk zeg maar de goedzak, die werd als kwaadrijk neergezet. En Mao Zedong die werd als goedzak neergezet. Mm. Maar dat bleek uiteindelijk bleek dat de kwaadrijk. Daarom zeg ik altijd, je moet dat altijd 180 graden omdraaien als je iets van die jongens hoort. Net als op tv, als je een journaaluitzending ziet en die zeggen van, nou de Oekraïense overheid die doet dit. Draai maar gewoon 180 graden om, dan heb je zeer waarschijnlijk wat er daar werkelijk aan de hand is. Ja. Nou ja, goed, zo zit het ook door de hele geschiedenis, is er een rode draad er doorheen. Maar stel je nou voor, de BRICS-landen krijgen het inderdaad binnenkort voor elkaar. Het is misschien een utopie. En misschien is het een hersenspinsel van mij. Maar zou het misschien zo kunnen zijn, dat als die BRICS-landen dadelijk die petrodollar daar werkelijk kunnen toppelen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. Het is alleen de vraag wanneer. Het is niet meer de vraag of het gaat gebeuren. Alleen nog maar de vraag wanneer, want het is in voorbereiding. Dat is gewoon 100% zeker. En dat vertelt China, dat vertelt Brazilië. Trouwens, dat hebben we ook eigenlijk uit het nieuwste afgelopen anderhalf jaar hebben we dat wel kunnen filteren. Hoe fel Brazilië, bijvoorbeeld de Braziliaanse president, tegen de NSA tekeer ging, tegen Obama tekeer ging. We hebben dat ook kunnen filteren uit reacties van andere landen die daar aangesloten zitten bij de BRICS. We zien wat China doet. China trekt zich geen zak aan van Amerika. Die koopt heel Amerika leeg. Ja. Maar stel nou dat dadelijk het geval omgaat, die petrodollar valt en dat we daar werkelijk eens een keer wat gaan doen voor de mensheid. Dat in Afrika die mensen die helemaal niks hebben, dat die ineens een stadium kunnen gaan wonen. Precies. Self-sufficient kunnen worden, dingen kunnen gaan verbouwen, de woestijnen kunnen bewateren. Ik meen, in Israël kan het ook. Als er genoeg geld is, dan kan het. En als we elkaar maar goed steunen, dan kan het. Israël wordt gesteund door de hele wereld. Waarom? Ja, omdat ze een zwaar geheim hebben. Als ze dat prijsgeven, dan valt, dan valt zowat de halve wereld uit elkaar. Want dan gaat Engeland nat, Nederland nat, Duitsland nat. Rusland nog van vroeger nat. Ja. De Amerikanen gaan nat. Iedereen die een rol heeft gespeeld in Wereldoorlog 2, die gaat gewoon nat. Iedereen die de overwinnaar is, die blijkt dus eigenlijk gewoon de grootste misleiders te zijn van de wereld. Ja. Als dat boven water komt, daarom krijgt Israël ook alles om elkaar. Want die weten precies hoe het in elkaar zit. En dat is waarom Netanyahu beschermt. Daarom hebben die ook zoveel macht overal. Want die zijn als ze dood, de wereld is als ze dood, dat Israël, de Zionisten, hun mond open trekken. Want zo werken die jongens. Ze werken onder dwang en altijd om mensen, pak bijvoorbeeld een figuur als ik. Ik zou me bijvoorbeeld niet moeten laten inlaten met een of andere leuke kip die ik tegenkom. Dat zou ik in principe al niet doen, want ik ben gelukkig met mijn eigen vrouw. Mm. Maar stel dat ik het doe en ze kunnen het vastleggen of ze weten dat er iemand vast te pinnen, te bedreigen, dan kunnen ze dat tegen mij gebruiken. Uiteraard. Dat is een dreigement en ik wil natuurlijk niet dat dat naar buiten komt. Nee. En zo werkt Israël werkt eigenlijk altijd zo, dat zijn Mossad technieken. Dat zijn vreselijke technieken zijn dat, net als die zwartmaaktechniek op het internet. Puur Mossad technieken. Als je geen argumenten hebt,
ga dan de man zelf afkraken. Kijk of je de man de poot onder de stoelen vandaan kan zagen, dan kan die geen commentaar meer leveren. En ja, als je eigenlijk het zo het hele gebeuren naast elkaar zet, ik mag alleen maar hopen dat de BRICS dit doorzetten, samen met Rusland. En ik hoop dat ik het goed zie. Want als we het goed zien, als ik het goed zie, en jij ook, idem dito, Jeroen, dan kunnen wij de komende tijd kunnen we een hele andere wereld tegenmoet zien. En dat zou zomaar ook maar eens een moment kunnen zijn dat, en dan komt toch een thema wat eigenlijk niet in het programma is aangekondigd, maar dat zou zomaar een moment kunnen zijn waar andere beschavingen die ons schade slaan, die eindelijk zoiets hebben van, daar is een klik, ze hebben het eindelijk begrepen. Ja, dus, en nu kunnen wij ons openbaren. Nu kunnen wij daar ook wat gaan brengen. Nou ja, ik denk ook dat we daar ook zelf ook zeer duidelijk in moeten en kunnen zijn. Omdat nu de wereld zo'n beetje klaar voor is. Kijk, als we nu mensen gewoon laten zien wie ons soort mensen zijn. Want dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar er zijn natuurlijk een heleboel bewuste mensen die openbaar van allerlei dingen vertellen. En min of meer niet echt serieus genomen worden. Van de andere kant is het zo, we zijn met steeds meer. En als we nou eens massaal gaan vertellen hoe het vork in de steel zit, dan zou het best wel eens heel wat geloofwaardiger kunnen worden. En ik denk dat we daar ook vooruit moeten komen, want ik hoor nog te dikwijls, en dat heb ik al een paar keer vernoemd, dat mensen die best wel bewust zijn en die best wel open zijn over van alles en nog wat, maar die ik toch heel, dat zal ik bij mij in de kerk maar niet zeggen, of dat zal ik bij mij in mijn familie maar niet zeggen, of dat zal ik bij mij op mijn werk maar niet zeggen, want dan zullen ze wel denken. En dat is nu het punt eigenlijk waar ik mensen toch steeds meer toe op wil roepen, zeg het nou eens gewoon wel. Want dan zul je zien dat er zelfs binnen je collega's, binnen je kerk, binnen je, waar je ook maar als verenigd bent, zal je zien dat er steeds meer mensen zijn die het gewoon met je eens zijn. Maar allemaal denken, ik zal het hier maar niet zeggen, want ze zullen wel denken wie. Ik weet ook wel een beetje waar dat een beetje vandaan komt, Jeroen, dat mensen dat niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Ik ken genoeg mensen om me heen die zijn het helemaal eens, altijd natuurlijk, maar die zijn in grote lijnen zijn niet eens met wat ik schrijf, wat jij schrijft, wat wij allemaal schrijven. Hè? Dan zijn die het in grote lijnen over eens. Ja. Alleen die hebben vaak de bagage niet om zo'n verhaal ook te onderbouwen. Want er wordt altijd aan iemand die een andere mening heeft, wordt altijd om de onderbouwing gevraagd. Degene die de algemeen geldende en geaccepteerde mening nadraagt en uitdraagt, die hoeft nooit te onderbouwen. Nee, dat is altijd degene die de afwijkende mening heeft, die moet onderbouwen. Ja, en dat is het probleem natuurlijk. En dat onderbouwen, dat is niet altijd even makkelijk. Nee, dat is absoluut niet makkelijk. Want ik bedoel, kijk, er kan iemand best wel de hele avond naar ons zitten luisteren. En dat vertellen we. Maar als ze dat morgen moeten, kijk, ze onthouden een paar dingen, vertellen dat door. Maar als ze dat moeten onderbouwen morgen, aan wie dan ook, ja, dan is toch de helft, qua bewustzijn niet verdwenen. Maar om het werkelijk uit te leggen, denk ik dat dat niet meevalt. Nou, ik schrijf een stukje, die schrijf ik bewust zo. Dat je kunt ze lezen, maar daar zitten een paar zaken in die, bijvoorbeeld Pussy Riot, CIA, waar je dingen dus meteen mee kunt dekselen. Ja. Die kun je ook meteen dekselen en die kun je dus ook hard maken. Ja. Anders plaats ik het niet. Je kunt die stukken ook over Libië en over Syrië, die kun je stuk voor stuk, en ik praktiseer dat nu al jaren, kun je stuk voor stuk kun je gebruiken om mensen te dekselen. Ja. Er zit zo gigantisch veel materiaal in, wat gewoon niet te weerleggen valt. Nee, dat is gewoon omdat het waar is. Ja. Want hier bijvoorbeeld met die beelden. Het zijn gewoon beelden. Je ziet dat ze live zijn op. Daar kun je niks met trucage aan doen. Nee. Je ziet dat het in Oekraïne is. Je ziet het aan de pakjes. Je ziet de lijf. Het is zonder twijfel. Kun je meteen laten zien wat er aan de hand is. Nou, ja. Dan heb je meteen iemand gedekt dat die houdt zijn kop dicht. En die de volgende keer dat hij een argument denkt aan te dragen. En jij zit daarbij. En je hebt hem de vorige keer gedekseld, denk je dat hij nog zo snel met mondje is? Nee, die krabt zich heel drie keer achter de oren van shit, hé. En die zat erbij, die heeft de vorige keer zo gigantisch gedekseld. Ja. Ben ik afgegaan.
Ja, ik zie hier iemand op de Remi is dat zeggen op de chat. Ik zeg maar, niemand wil luisteren in mijn familie uit angst helaas. Ja, nou dat is nou net wat ik bedoel, Remi. Als steeds meer mensen daar wel vooruit komen, dan hebben ze het ook bij iemand anders gehoord dan alleen bij jou. En als je uit verschillende bronnen steeds dezelfde boodschap krijgt, dan wordt het meer aannemelijk, ook binnen jouw familie, dat het waar is. En ik denk... wat ik Remi zou willen meegeven, Remi, als mensen nu niet willen reageren of niet willen luisteren uit angst, dan moet je nog heel even wachten. Want de volgende fase, je kunt dat ook bewerkstelligen trouwens, door ze dingetjes aan te draaien. Je kunt ze ook laten zien hoe slinks onze elite werkt. En waarom wij moeten betalen. Ik pak pas een simpel voorbeeldje. In Amsterdam wordt een winkeldief achter een paard gespannen. Als in een goedkope Westland film. Omdat hij een broek gepikt heeft. Misschien omdat hij echt ook geen centen heeft om die broek te kopen. Hoeft hij toch niet te pikken. Maar goed, het is een ordinaire winkeldief. Die wordt achter een paard door de stad getrokken. Voor iedereen om te zien. Voor iedereen te kakken gezet. En die mensen die miljarden gestolen hebben. Met de Libor-affaire. Of met de Euribor-affaire. Dat is ook een affaire waar je niks van hoort. Ja. Miljarden meer verdiend zijn. Door bijna alle banken van Europa. En niet te vergeten in de rest van de westerse wereld. Daar wordt niks mee gedaan. Als je dat kunt laten zien. Die mensen komen niet in zijn beeld. Dan kun je een beetje boosheid kun je bij die mensen creëren. Ze moeten namelijk eerst boos worden. Ze zitten nu nog in een fase van angst. Van ik zeg maar niks, ik zeg maar ja, nee en amen. En als het erover gaat, ik weet niet wie allemaal meeluistert. Ja, fuck wie meeluistert. Ja. Nee, je wordt die mensen boos krijgen. Want als ze het zelf niet interessant vinden, die mensen zullen ongetwijfeld kinderen hebben. Misschien ben jij wel een kind van iemand die zegt van, ja, ik ben er bang voor. Ik heb, ja, maar pap of man. Ik moet dadelijk in deze wereld, moet ik wel mijn kinderen groot gaan brengen. Ik ben nu nog een kind, maar misschien moet ik dadelijk zelf kinderen. Wil ik überhaupt nog wel kinderen? Kunnen jullie nog wel opa en oma worden? Doe ze maar eens pijn. Confronteer ze maar eens met het feit dat ze niks doen. En dan krijg je ze dus boos. En als ze eenmaal boos zijn, dan is het goed. Dat duurt heel even. En dan gaan ze actie ondernemen. En dat zijn van die stappen die zie je bijna altijd terug met mensen die in deze materie binnenrollen. Of via een discussie, of via een website, via acties die ze, demonstraties die ze mee hebben gedaan, waar ze informatie krijgen. In eerste instantie zijn mensen argeloos, onwetend. Dan worden ze wetend. En als ze wetend zijn, dan zijn ze ook vaak bang, want ze wisten niet dat het zo functioneerde. Dat de wereld zo op elkaar zit. En na die angst komt pas de volgende stap, en dat is boosheid. Omdat ze zich gaan realiseren van, godverdomme, als het toch echt zo op elkaar zit. Hoe moet dat dadelijk met mijn kinderen? Hoe moet dat met de rest van de wereld? Hoe gaat dat dan door? Waar komen we straks? Waar eindigt het schip straks? En die angst, ja, als je ze daar eenmaal hebt, dan komt de rest vanzelf goed. Ja. Ik heb eigenlijk verder niet zo heel erg veel te melden. Ik kan natuurlijk de UFO-meldingen van februari 2014 gaan opnoemen. Maar dat gaan we wel niet doen. Nee. Alhoewel ik wel denk dat zowel de voor- en de tegenkanten min of meer, ik zei het al straks, dat een heel beetje doorschemeren. Ik weet niet waarom Poetin die omslag heeft gemaakt. Want het is voor hem veel makkelijker om het spel mee te spelen met de elite. Want krijgt hij eigenlijk ook een positie. Misschien doet hij dat ook wel. Misschien moeten we gewoon nu weer gaan denken in West en Oost. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze denken dat we zo dom zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. En dat is, kijk, Rusland die heeft al veel langer contacten met buitenaardse. Dat erkennen ze in ieder geval. En die zijn daar niet zo wereldvreemd van als het Westen natuurlijk. Het Westen die ontkent. Dus het zou best wel kunnen ook... Gezien je steeds meer ufo's ziet, waar ik overigens wel mijn twijfels mee heb. Want ik zie ook alweer heel veel meldingen waarvan ik denk van nou, als ik dan de filmpjes ga bekijken, denk ik ja nou nee, dat is hem niet. We zitten er wel. Ik zie die oranje bollen meldingen, sorry, maar dat is 9 van de 10 keer zijn dat gewoon Thaise lucht lampionnen. Ja, dat moet je niet. En zo overduidelijk, dat ik filmpjes zie dat zo overduidelijk is, dat je gewoon een manier van floten ziet. Dat niet iets is wat gisteren door elkaar gaan, maar je ziet het gewoon wegdrijven. En nog zetten we erbij, ja, UFO-melding. Ja, sorry jongens, ja. Maar dan ben je je eigen poot onder stoel vandaan aan het zagen. Remi, dat wil ik nog heel even zeggen als je nog bent aan het luisteren. Als je daar een leuk voorbeeldje wel van ziet van boos worden.
hierover, over dit soort kwesties, dan zou je eens moeten googlen op YouTube. Daar staat een filmpje, Mad as Hell. Die moet je eens opzoeken. Dat is van een of andere verslaggever. Die zie je dan vanuit de regen, zie je die langs van de studio binnenkomen. En die is door de stad gelopen. En die wil dus de bevolking oproepen. Ik denk dat het een of andere science fiction film is. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar... Die verslaggever die gaat dus de mensen oproepen om boos te zijn. It's time to get mad. Ja. Dan moet je eens kijken. Ik denk dat je daar heel wat mee kunt. In ieder geval is het een hele hoge amusementswaarde voor mensen die hiermee bezig zijn. En daar zit een hele hoop redelijkheid vanuit de kant van die man in. Maar goed, Jeroen, ik denk dat we met deze speciale uitzending over de Oekraïne... dat we in ieder geval ook die andere kant van die medaille hebben belicht. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Nee, maar het enige wat ik doe, ik laat de andere kant van de medaille zien, zodat je een oprechte mening kunt creëren. Ja. Dat je een eerlijkere mening kunt creëren. En welke kant iemand kiest, dat zal me helemaal worst wezen. Maar als ik hoor van iemand hoor van luisteren, nou, ik weet dat het Westen daar geld gebracht heeft om een demonstrant te betalen en oproer te veroorzaken, et cetera, et cetera. Maar dan nog vind ik, kijk, dan heb je een goed onderbouwde mening. Ook al ben ik het er niet mee eens, dan nog heb je een goed onderbouwde mening waar je alle twee kanten meeneemt. Maar 90% van de mensen momenteel die het hierover hebben, die hebben maar één verhaal gehoord. Het verhaal bestaat uit twee boeken, niet één boek. Ja. Er staan er twee boeken. Ze hebben maar één boek gelezen. Het andere boek willen ze nog geen eens lezen. Dan willen ze het kracht niet eens van zien, de kracht van zien. Maar ze willen er wel over praten. En ze willen wel iedereen die dat boek wel gelezen heeft, meteen de mond snoeren. Ja, dat, en dat kan niet. Dat is het dus. Grote boodschap erachter, informeer je. Informeren, want kennis is macht. En dat merk ik iedere dag. Hoe meer ik weet... Hoe meer ik te weten kom, ook als ik in de geschiedenis ga graven, want dat doe ik systematisch en veelvuldig. En beide kanten van de geschiedenis, de gewone geschreven geschiedenis, die geschreven is door de overwinnaars, en de revisionistische geschiedenis, dan krijg je een beter beeld. En daartussen laveer ik om ook met dit soort artikelen een ander geluid te laten horen. En volgens mij is dat de enige echte manier om op een eerlijke manier tot een uiteindelijke conclusie te kunnen komen. Nou, dat is ook zo. En ik heb heel veel gehoord waar ik het helemaal mee eens ben, maar ook waar ik mijn twijfels over heb. Maar dat geeft niet, want het is voor iedereen. Ja, leg wat je constateert inderdaad naast elkaar. En je mag natuurlijk altijd afvragen, wat zijn de good guys en wat zijn de bad guys? Ik begin daar onderhand toch zeer genuanceerd over te denken, wat dat betreft. Nou, als dus. Je bijvoorbeeld die twijfelt, ik weet dat jij dat hebt onder andere over Pussy Riot en over Greenpeace, en die Greenpeace-actie. Laten we even één ding voorop stellen. Stel, Pussy Riot, die hebben daar in de meest heilige kerk van Rusland, hebben ze daar een optreden verzorgd. Daar heeft niemand om gevraagd. Met seksistische uitingen en met godslastering en alles erom en eraan. Die mensen die hebben een paar dagen vastgezeten, een paar weken vastgezeten, maar zijn uiteindelijk wel vrijgekomen. Ja, even tussendoor. Ik heb daar niet mijn twijfels over. Ik heb eigenlijk het contrast... Maar ik wil er wel even kenschetsen. Ja, nee, want ik heb daar contrast genoemd, omdat ik daardoor luisteraars op geattendeerd werd. Ja, dan vertel ik het even voor de luisteraars. Ja. Stel je voor, Pussy Riot had dat gedaan in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Ja, geloof ik, dat ze daar goed vanaf kwamen. Denk je dat die mensen dan nu vrij zouden rondlopen? Geloof het maar van niet. Zeer waarschijnlijk waren ze ter plekke afgeschoten daar. Nou, dat is... Zo werkt het in het Vaticaan. Maar ja, daar ben ik ook wel mee eens. Dan het Greenpeace-verhaal. Het is algemeen bekend... En dat is algemene wetgeving, dat weet de hele Nederlandse media, dat weet de Nederlandse overheid, dat weten alle Europese overheden, dat je binnen een bepaalde straal van een booreiland helemaal niet mag komen. Dat gezien wordt als een act van war. Ja. Greenpeace heeft zich daar de kom mee afgeveegd en die hebben dat bewust wel gedaan. Die hebben dus niet gewoon geprovoceerd, maar die hebben internationaal recht overtreden. Die mensen die hadden voor 15 jaar de bak in kunnen draaien, zonder boe of ba. Als dat gebeurd was bij een BP-oliestation destijds in de Golf van Mexico, en Greenpeace was daar binnen die straal gekomen, dan waren ze nooit meer vrijgekomen. Die mensen die lopen nou gewoon vrij rond en die kunnen hun verhaal vertellen.
om nou, er eens even een nuance aan te geven. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat welk land ook waar een booreiland heeft staan. Op dat moment inderdaad met een bepaalde straal daar rond. Die vallen onder het zeerecht. Dus ieder schip dat ook over de oceaan gaat, op het moment dat je op zo'n schip bent, is het het grondgebied van het land waar het vandaan komt. Exact. En dat is dus gewoon, ja, dan kom je dus gewoon binnen de territoriale wateren, binnen, ja, eigenlijk, ja, ongeoorloofd. Ja, en als je dat dan ook nog doet op zo'n manier zo. Trouwens, Greenpeace heeft dat nog nooit in Never ergens gedaan. Nog nooit. Oh, nee. Nu wel in Rusland. Waarom net daar wel? Nou, misschien ook wel gewoon een provocatie. En waarom zouden ze dat doen? Ja, tuurlijk. Omdat ze er vet zwaar voor betaald krijgen. Die kans is groot. Nou, ik ga die info maar eens lezen, want die heb ik niet helemaal neergepluimd van die Paul Greg Davids, Roberts. En ook niet van Tarpley. Ik heb de linkjes er wel onder gezet, want het ging me wat te ver om dat allemaal mee te nemen. Daarom heb ik gewoon de linkjes eronder gezet. Ik heb mijn visie daar neergezet. Waar ik denk waar het uiteindelijk om draait, dat is dat BRICS gebeuren. Maar als je die linkjes aanklikt, dan zit er ook nog een radiolink bij. Ik meen dat dat van die Tarpley is. Ik ga hem maar eens beluisteren en dan hoor je het ook van iemand anders. En ik kan je zo nog 10 kanalen geven, 10 verschillende kanalen, niet de minste, die ook dit soortzelfde informatie uit andere bronnen weer neerleggen. Het heeft voor mij geen zin om daar 20 linkjes onder een artikel te zetten, maar die bronnen zijn er zat. Dus met betrekking tot dat Pussy Riot gebeuren en Greenpeace, dat is dus ook wat in mijn artikel staat, dat net zogenaamd dat soort, ja, hoe moet ik die organisaties noemen, zeg maar hulporganisaties of hoe je ze dan ook wilt noemen, internationale hulporganisaties, whatever, dat die daarvoor ingezet worden. Ja. En dat is nu gewoon heel erg duidelijk en dat hebben we trouwens ook gezien in Syrië, hebben we dat ook al gezien. We hebben het trouwens ook op andere vlakken gezien, dat internationale hulporganisaties op het moment dat de soep heel erg heet wordt, dat ze hun keutel moeten intrekken. Hebben we het niet ook gezien in het verhaal Oeganda-malaria? Ja, klopt. Maar het rode kruis dat een videofilm heeft gemaakt, zelf propagandeert. Kijk eens wat wij hier bereikt hebben met een dubbelblind onderzoek en blablabla, kletskebie, kletskeboe. En vervolgens komen ze thuis en dan zegt de farmacie, maar ja, dat mogen jullie niet. En ze trekken gewoon ijskoude kuttel terug. Ja, daar wilde ik nog net aan refereren inderdaad. Maar goed, dat is een van de voorbeelden inderdaad waar je dat dikwijls ziet gebeuren. En dat is, ja, dat is zonde. Tenminste, zonde is eigenlijk schandalig, want ze zijn gewoon allemaal op de hand van. En dat is, ja. Ze eten allemaal uit, heel simpel, je bijt de hand niet die je voedt. Nee, precies. En dan komen we ook weer terecht op het stukje moraliteit, daar heb ik het altijd over. Wij krijgen van jongs af aan, wordt ons aangeleerd onze moraliteit aan te passen om bepaalde verworvenheden te kunnen bereiken. Om bepaalde status te kunnen bereiken. Als jij bereid bent om die moraliteit een beetje af te brokkelen, iets minder moreel te opereren, bijvoorbeeld als financiële adviseur, dan kun je meer verdienen. Dat is goed voor het bedrijf, dat is goed voor je portemonnee. Ja. Dat slecht is voor al je klanten, ja goed, dat is dat stukje moraal. Maar goed, het gaat mij toch goed. Ik heb een lekker groot huis, kan 3 keer per jaar op vakantie. Het zal mij die morale borst wezen. Uiteindelijk moeten we ons allemaal verantwoorden. En niet voor iemand anders. Je komt je te verantwoorden voor jezelf. Voor je eigen bewustzijn. Daar kom je te verantwoorden. Wat jij in die dualistische wereld, hè, die wereld waarin wij leven, waar wij onszelf, het complex bewustzijn waar wij onszelf ervaren, als zijnde in de dualiteit, wat we feitelijk helemaal niet zijn, want het is allemaal maar een ervaring, het is een beetje een soort matrix. Kom er een andere keer op terug. Gaan we ook eens een keer een heel leuk interview mee over doen met Paul Smit, de Advaita. Kosmisch bewustzijn. Daar komen we eens een keer op terug. En binnen dat kader, als je dat binnen dat kader allemaal kunt zien, dan zou je er eigenlijk nog een beetje van kunnen genieten. Want uiteindelijk leven en dood bestaat gewoon niet. Wij zijn gewoon. En onze lichamen, dat stelt niks voor. Ons bewustzijn. Ons collectief bewustzijn. Waar Wim Hof vorige keer ook naar refereerde. Ons bewustzijn. Ja. Dat is wat ons opmaakt en dat is wat wij zijn. En wij zijn met z'n allen. Zijn we één.
En we zijn niet allemaal die kleine individuutjes. Wij zijn, wij krijgen geleerd dat we allemaal een apart regendruppeltje zijn. Dat we allemaal een apart druppeltje zijn. Maar we zijn geen druppel, wij zijn een grote oceaan. Dat is, en we werken allemaal samen. Ja. Maar, er is maar één bewustzijn, en dat zijn we met z'n allen. En dat is alles wat jij erin duwt en kan een ander eruit halen en andersom. Dus we moeten er ook, om er dan toch maar weer om die onvoorwaardelijke liefde te beginnen. Als je dat erin stopt en als we dat met z'n allen doen, dan komt het ongetwijfeld ook wel goed. Ja, en dat is ook niet als ik Obama schoffeer. Of wie dan ook schoffeer. Ik wil nog wel eens rap van tong leer trekken. En dat doe ik om een punt duidelijk te maken. En om te beklemtonen. Ik heb geen probleem met Obama. Nee. Behalve met de acties die hij uitvoert. Maar ik begrijp ook dat er mensen moeten zijn. Om deze actie uit te voeren. Anders komen we niet verder. Dat moet ellende zijn. En nog meer ellende komen. Mm-hmm. Willen wij uiteindelijk daar komen waar we willen zijn. Ja. En die lui, ik zou niet in de schoenen willen staan van geen Obama en niet van een Poetin en van welke wereldleider dan ook. Zou ik niet, dus zeker niet van die hele gemene, geniepige, achterbakse gasten. Daar zou ik niet van in de schoenen willen staan. Want die hebben een waardeloos klotenleven. Ja, die kunnen alleen zo. Nog van leven binnen vier muren met weet ik hoeveel mensen bewaking. Ja. Wil jij dat leven hebben? Nou, ik niet. Die mensen vervullen een heel belangrijke rol. Die vervullen de rol van slechte kant van de dualiteit. Met uiteindelijk als doel dat die dualiteit helemaal vervalt. En dat we dat gaan zien wat we eigenlijk feitelijk zijn. En dat is bewustzijn. 100% bewustzijn en 100% liefde. En daar wil ik graag mee eindigen. Ja, is goed. Hey, ik zie nog even een kleine opmerking van Remy. Als ik Mad as Hell intik, krijg ik meerdere filmpjes. Welke moet ik hebben? Nou ja. Maar die man met die lange regenjas. Een oudere man. Ja. Met die Colombo-regenjas, die moet je hebben, Remy. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dan sluiten we hierbij toch deze avonduitzending weer af. En voorlopig hebben we twee avonden in de week met From the Unseen Worlds. Die ene is dan op de dinsdag en de andere op de woensdag met ons tweeën. Dus dat Jeroen meneer meer betaald als zou ik vijf avonden komen hoor. Dat is ook gek. Oké dan. Gaan we zo beginnen. Ja. Nou ja, in dit station gaat eigenlijk helemaal geen geld om. Alleen het geld dat ik moet betalen om uit te mogen zenden. Dus, maar goed, dat doet er niet toe. We doen het graag en iedereen krijgt hier de kans om zijn woordje te doen. En mochten er nog mensen zijn die hier ook nog programma's willen maken, ja, die melden zich maar. We hebben nog wel ruimte, hoewel het niet veel meer is. Ronald, bedankt weer. Ja, mensen, doen me een plezier. Bekijk die video en dat artikel en deel dat met zoveel mogelijk mensen. Dat meer mensen zien dat het anders is dan hoe het uitgelegd wordt. Doe me dat plezier en doe jezelf dat plezier. Des te sneller gaat de boel op.